Welkom bij zoek een nieuwe video, Hupke Floris. We gaan voor die 2500 likes. Ben niet geabonneerd op meneer. Ik zit op mijn account. Ik ben trouwens terug van Barcelona. Ik heb wel een kleurtje gekregen. Maar in ieder geval, wij gaan de super mini Pekka challenge gaan wij spelen. Ik heb allemaal geen idee. Maar volgens mij is dit een hele lijpe kaart. En is dit gewoon super vet. En kan ik gewoon niet een video hiervan maken. Maar wij gaan dus eventjes bouwen. En ik zat eraan te denken. Omdat ja, het mini Pekka dekje waar ik dan aan zit te denken is. Of als ik aan mini Pekka denk, denk ik eigenlijk heel vaak maar aan één dekje van vroeger. Dat is een heel ouderwets mini Pekka prinses Hogwarts dekje. En ik dacht van, weet je wat, we gaan gewoon deze kopiëren. Maar waarschijnlijk is deze mini, super mini Pekka veel te overpowered. En nu zit ik ook te bedenken, iedereen heeft een super mini Pekka. Wat de hel is dit? Oh, dat zijn die pancakes. Oh, dat wist ik wel, Ik zit nu te denken alleen, iedereen heeft natuurlijk een mini Pekka. Dus daarom is het misschien een beetje slimmer om een deck te pakken dat goed is tegen de mini-pack. Of in ieder geval dat de mini-pack er goed afleidt. Dus eigenlijk is Skarmy een must-have. Guards is een must... Huh? Oh. Mijn. Deze mini-packa is... Ik wist dat hij goed was, maar niet dat hij zo goed was. Dus ik ga gelijk een hele snelle aanpassing doen naar mijn deck. Ik zie gelijk allemaal dingetjes dat ik wil aanpassen. Ik denk dat ik dit ga gooien. We gaan het gewoon per tijd, per potje gaan we het een beetje aanpassen. Ik zag het deck van Morten, want heel vaak ga ik naar Morten en kijken wat voor, beste, wat voor deck hij aanraadt. Maar hij raadde een Electrogiant deck aan. Toen dacht ik van, Morten, je bent een goede gozer, maar nee, dat gaan we niet doen. Oké, hoek bij de vierde in de rechterkant. Let's go, Hockey. Gaat waarschijnlijk verdedigen met de super. Ja, met de super mini... Oké, one shot. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Laten we even eerst die Ice Spirit hitten. En de super mini Pekka one shot dus gewoon eigenlijk alles. Oh, je ziet, hij heeft ook vries. Ja, hij one shot echt letterlijk alles. Oké. One shot hij ook bijvoorbeeld een grote Pekka? Echt letterlijk... Ja, tuurlijk, want hij one shot de toren. Kijk, hij one shot dus alles. Dus wat je eigenlijk moet doen is mega veel afleiding. Mega veel afleiding. Dus ik ga mijn deck weer aanpassen. We hebben helemaal niks. Hebben wij aan de hopper. Het is eigenlijk gewoon... Kan je de mini, super mini Pekka mirroren? Oh, nee. Het is een champion, toch? Is het een champion? Ik weet het eigenlijk niet. Oké, we moeten in ieder geval ervoor zorgen. De super mini Pekka is eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt in je leven. Super mini Pekka is alles wat je nodig hebt in je leven. We gaan nu wel eventjes proberen die toren te pakken. Met de Hogwarts. Dus ik ga eventjes dit vriezen. Zodat we sowieso zijn toren naar heeft ons door. Oké. Dit is even apart. Dit is heel gek, want hij one-shot inderdaad natuurlijk alles. Oh nee. Gaan wij de andere lane? Aanval is de beste verdediging. Aanval is echt de beste verdediging. Maar we hebben verloren, want hij one-shot nu de toren. Oké. Regroup. We gaan het anders bouwen. We gaan dit anders doen. Ik denk dat dit alweer veel beter is. Oké. Oh nee. Mirror. Oké, volgende puntje doen we mirror. Want als je kan mirror... Wat is het nou een champion trouwens? Wordt hij gezien als een champion? Nee, een legendary toch? Zo, ik ben even heel dom. Legendary, ja, sowieso met die rand is legendary. Oké. Dan kunnen we gewoon heel rustig ook... dan kunnen we het heel rustig ook gewoon op deze manier doen. Hoppatee, doen we Skarmy. Dan kunnen we hem dus mirror ook. Ja, dat is OP. Weet je wat ook OP is? Dat we nu gewoon om 3 gewoon neer hebben gezet. Dit is zo'n gekke challenge! We kunnen hem afmaken. Ik stond van tevoren. Ik had geen idee. Ik had nog geen enkel filmpje ervan gekeken. Maar we moeten nu wel echt een mirror erin doen. Clash Royale heeft een mirror eruit gehaald. Ja, oké. Dat makes sense. Dat is best wel logisch. Als je dit mirrort, je doet beide lanes. En dan een beetje opletten voor zaps. Voor freezes en zo. Dan is het heel gauw gedaan. Bubs. Oké, Bubs. Wat jou je doen? Wij gaan denk ik mini-pack even de back. Kunnen we even bouwen. Mini-pack even de back. Let's go. Whiz Kelly's. Gang. Doe je deze rammertjes. Freeze ready. Oh ja. Oké, freeze ready. Hoppatee, Freezy. Hoppatee, toren weg. Boom, easy. En we pakken ook de main, want hij heeft niks op tijd. Boom, easy. Oké. Tactiek is hier, boys. De tactiek is hier. Kan je hem... Oh, hij is al geraged. Ik kan zeggen, misschien Lumberjack. Dan kan je hem nog ragen, is hij nog sneller. Doen we dat in plaats van gang.
Gewoon hem even... Oké, okay, we doen gewoon even dit. Hoppatee. Kijk of we hem kunnen rage. Want ik weet, ik ben niet gek. Hij is al geraged. We kunnen hem nog extra rage. Gaan we even zien. Oké. Okay. We hebben geen rage in cycle nu. Dus we doen gewoon rustig even de super mini P.E.K.K.A. in de back. Legendary card. Zieke lijfkaart. Oké, wacht. Ik denk dat dat beter is dan op de brug. Ik denk dat veel mensen hem op de brug willen doen. Die willen gewoon rammen. Zo snel mogelijk die toren. Dat ze beter kunnen bouwen. Ja, Valkyrie. Normaal gesproken prima kaart. Maar de mini-packer doet slice. En hij is weg. Dus we gooien even de speerkoppelder. Oké. Okay. Zo. Oké, okay, ik heb niks gezegd. Moet hij dit vriezen nu? Oké, okay, moet hij dit vriezen? Doen we Skarmie. Oh, voordat de Valkyrie levend is. Ja, de Valkyrie is levend. Oké, okay, top. Prima verdedigende vries daar. Prima verdedigende vries. Skarmie natuurlijk heel hoge DPS. Moest wel oppassen. Want als de Valkyrie weer geunfreeze was, dan was het spin. En natuurlijk alles was weg geweest. Dus dat was een hele gentle spin. Oké. Okay. Prima beginnetje. We gaan zo weer vanuit de back. Het leuke aan deze challenge is ook dat het niet uitmaakt welke lane we pushen. Want het is one hit. One hit op de toren. Dus dat is ook weer grappig. Oké, nu gaan we onze rage gebruiken. Let's see. Ja, dat helpt. Dat helpt zeker. Dat helpt zeker. Dit is Seppie. Oh, dit vries. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. De bedoeling was Sepp. Ah, ik predikte het. Ah, we hadden hem kunnen pakken misschien als we hadden gezet. Trouwens, wat ook handig is aan deze goedkope kaart is dat je heel snel cycelt naar een nieuwe. Je cycelt heel snel naar een nieuwe super mini pack. Een rage. We vriezen dit. Oké, we hebben een nieuwe. Die gaan we andere lane. Doen we andere lane. Andere lane. Hoppatee. We maken hem gek. We maken hem helemaal gek. Hoppatee. Zeppie. Dit is easy. Dit is heel easy. Dit is GG. Dit is GG. 100% zeker. Rage via de andere kant. Easy. Oké, nu heb ik het helemaal door. Wat je moet doen. Dus vries is eigenlijk misschien zelfs nog overbodig. Je moet gewoon een insane cycle hebben. En gewoon cyclen in een hele snelle volgende minipacker. Dus we gaan het weer aanpassen. Wat we moeten doen is de ultra snelle cycle rammen. Hoppatee. Oké. Battle, boys. We hebben alle spirits. Oh nee, niet de heal. Wie wil nou die heal spirit in je deck hebben? Dat is wel iets snellere cycle nog. Maar ik denk dat dit ook goed is. Het wordt iets moeilijker om zijn super mini packen af te leiden nu. Omdat we natuurlijk alleen spirits hebben. Niet Skarmie, geen guards. Maar even kijken of het op deze manier ook kan. Dan heb ik zo'n gevoel dat hij... Ja, dat hij zijn eigen mini packen gaat gebruiken. En die hit nu mijne. Ja, dat was ik al een beetje bang voor. Daar was ik al heel eerlijk gezegd een beetje bang voor. Oké, hij heeft wel meer de tactiek van mij dan mijn eerste tactiek, zeg maar. Hij heeft een nieuwe tactiek. Ook gewoon alleen maar spirits en rammers. Ik denk toch dat die freeze misschien toch wel handig geweest was. Oké, nou ja, we hebben hem eruit gehaald. Oké, dit wordt pitten. Simeon heeft een beetje dezelfde tactiek. Ik zag daar veel spirits vanuit Simeon. Volgens mij heeft hij ook precies dezelfde spirits als ik. Zij heeft zelfs heal erbij nog. Oké, dit wordt tactisch. Ja, trouwens, die freeze is wel heel handig. Want dan kan je zijn super mini packer freezen. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus we gooien straks de freeze weer in. Zie jij, wint het nu weer. Daar gaat het mis dat hij hem wint. Zie je, hij lijkt steeds mijn mini packer heel goed af. En dat zijn mini packer wint van mij. Toren weer weg. Zep. Oké, ik ga hem laten overgeven. Oké. We hebben die freeze echt nodig. En een guards was ook wel lekker geweest, want het is dan toch wat makkelijker. Dus ik heb een domme fout gemaakt hier. Hoeveel losses hebben we al? We hebben al 2 losses, oh nee. Even skellies. Bam, battle, boys. Trouwens, skellies beter dan spirit. Dus ik weet niet waarom ik die spirit erin gaan. Misschien ice spirit eruit. Nou, boeien. Maakt niet heel veel uit. Oké. We moeten 6 potjes nog winnen. Sommige wonnen we echt heel makkelijk. Ik doe toch even de mini P in de back. Dus ik heb geen zin om te wachten. We gaan gewoon rammen nu. Dan doet hij hetzelfde. En dan moeten we hem eigenlijk gewoon eventjes freezen. Het is heel simpel. Het is niet heel simpel. Hij ramt er... Ah, ramt er doorheen. Ramt er doorheen met mijn e-barbs. Met zijn e-barbs die ramde best wel makkelijk daar doorheen. Want hij leidde het af met Skarmie en dan e-barbs deden de damage. Oké. Het is wel chill dat hij nu zijn packer gebruikt. Want dat betekent dat wij. Dat hij geen packer heeft voor onze packer in deze avond. Hoppatee. We hebben alleen geen freeze. Ja, dat is natuurlijk dom. Dat is natuurlijk super dom. Dat is natuurlijk helemaal dom. Oké. Dan heeft hij nog 3 kaarten hoe te cyclen naar een nieuwe mini packer. 3 kaarten cyclen naar een nieuwe mini packer heeft hij niet. Boom. Deze is binnen. Oké.
We hebben nu de tactiek. Alleen, de mensen die makkelijke tegenstanders zijn, zijn de mensen die denken dat een... Ja, dat dacht ik ook in het begin. Oh, we gaan een Prinses Hogwarts dekje doen. We gaan een Prinses Hogwarts dekje doen. Nee, de mensen die makkelijke W's zijn, zijn gewoon mensen die niet snappen hoe die werkt nog op het begin. En gewoon een Mega Knight gebruiken. Want normaal gesproken is dat heel goed natuurlijk. Oké, okay, Carlos PB. Carlos PB. Oké, okay, super mini packen. Ik wacht even deze keer tot 10. Ik wacht deze keer even tot 10 en niks, hè. Gewoon even wachten. 9 dan, 9,5. Mag ook. Oké. Okay. Super mini Pekka in de back. Hij doet hetzelfde. Dan wil ik nu nog niet mijn Skarmie gaan gebruiken, want ik heb het gevoel dat ik dat doe. Yes. Dat is precies wat ik wil. Dat is precies wat ik wil. Oké, okay, dan moeten we nu even de Zap snel een cycle krijgen. Of niet. De Vries is de kaart, jongens. De Vries is de kaart. Geloof mij, jongens. De Vries is de kaart. De Vries is echt de kaart die moet je hebben. Boom, happatee. Oké, okay, want je vriest dan zijn mini-Pekka. En dan kan zijn mini-Pekka geen kamer op. Volgens mij heeft Morten niet deze challenge gespeeld. Hij speelde Electro Giant. Volgens mij heeft hij niet helemaal door hoe deze challenge werkt. Want ik klikte op zijn video. Toen zag ik een Electro Giant deckje hier. Dacht ik, oké, okay, ja. Dan dacht ik, oké, okay, nou. Het zal wel gewoon een hele sterke mini-Pekka zijn. Maar het is een hele, hele sterke super mini-Pekka. Oké. Okay, La Collègue uit de clan de Water Clan. De Water Clan. Want ik kan Frans, natuurlijk. Oké, okay, dan doen we deze guy in de back. Super mini-Pekka natuurlijk. Bijna op 10 Elixor. We moeten wel winnen. Het wordt wel close. Omdat we twee potjes dus echt mega sterk hadden verloren. Oké. Okay. La Collègue. Ja, dit werkt niet, hè. La Collègue. Hoppatee. En Freeze ready. Hij heeft zijn eigen super mini Pekka. We pakken wel de toren. Top. Mooie Inferno raak. Veel doen. Oh, oké. Okay. Oh ja, dat was... Ja, oké. Okay. Door de heelspels. Door de pancakes. Door de... Ik had niet eens in mijn hoofd van... Oké, okay, we gaan hem nu ook 3 kronen. Apart waarom niet zijn eigen super mini Pekka dropte. Maar ik vind hem niet erg. We staan 7-2. We moeten nog 3 keer winnen, boys. Kom op, dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Izo. Een bete de voetjes. Oké. Okay. Volgens mij krijg je altijd de super mini pack aan je starting hand. Volgens mij is dat een regel van deze challenge. Dus dat is best wel chill. Het enige Oeh, Witch is ook wel sterk. Maar wij hoeven niet naar de linkerkant te gaan. We kunnen ook gewoon zeggen, doei doei Witch. Witch. En we gaan je gewoon negeren. Oeh, maar we kunnen deze rammer natuurlijk niet negeren. Dus we moeten nu even vriezen. We moeten nu even vriezen. Zo, we moeten even vriezen daar. Dan ben ik te laat met mijn zap. Hele goede zet, maar niet eens. Oké, okay, Witch sterke kaart. Witch kan vervelend zijn. Helemaal niet over de Witch nagedacht eigenlijk. Oké, okay, laten we even wachten. En natuurlijk, de super mini Pekka kan geen R slaan. Dat is ook een dingetje. Dus op zich, R is een hoge DPS R. Minion Horde bijvoorbeeld. Ligt het aan mij of heeft de Skull King nou een sterke kaart of zo? Oké, okay. Dan doen we dit en dit. En gaan we nu voor de rest. Dit boeit me voor de rest eigenlijk vrij weinig. Ja, oké, okay, top. Rage. Oh nee, die mini pack is wel exposed. Hij is wel exposed, dus hij zou nu zijn eigen super mini pack. Oh, dat is ook een... Oeh! Deze guy heeft wel goede kaart op zich. Oh nee, moet opgezet worden. Want de Royal Hawks is best wel... Even de Moederwitch is best wel een oké optie. Best wel een slimme optie. We moeten alleen even kijken of we er nu doorheen komen zonder hij zijn mini pack gaan gebruiken. En hij wil nog de 3 kraan. Maar dit is wel op zich Witch geen gekke kaart. Moederwitch, niet zo'n hele gekke kaart als je tegenstander met Skarmie speelt. Maar we hebben hem wel te pakken. Ik blijf bij dit dekje. We staan nu... Ik blijf erbij dat gewoon de snelste cycle best is. We staan nu 8-2. Oeh, we moeten geen problemen krijgen met ons internet hopelijk. We hebben trouwens 2 nieuwe bannerboxen. Die zal ik openmaken aan het einde van de video. Deze guy is niet dom, want hij heeft de 2018 20 inch challenge gehaald. Dus het is geen slechte speler. Oké. Okay. Laten we hopen dat hij denkt van... Oké, okay, we komen toch de hele tijd tegen hele slechte mensen... dus ik heb gewoon een leuke, grappig dekje. Nou, we hebben ook een grappig... Ja, kijk, weer die Witch. Ja, ik ben niet heel blij met die Witch. Ik vond het eigenlijk een heel goed idee. Oké. Okay. Precept. Nee. Hij gaat ook onze toren pakken. Of niet? We hebben hem. Volgens mij was het PR van deze kaart niet al te laag. Ik ga hem even checken, want hij heeft die... 2018-20 winst had hij. Of had in ieder geval... Voor mij was dat de... Ja, bijna zeker dat dat de badge was. Oké, okay, dan gaan we even checken. Zo, hij lekt hem eventjes. Op zich, de gameplay gaat nog stroef. Maar nu laten we naar Clash Royale. Gaat een beetje traag. 100. Dankjewel. Gaan we even checken naar zijn PR.
PR is 5500. Hoe heb jij die badge? Hoe heb jij de 20 winst gehaald met 5500 PR? Dat vind ik heel apart. Misschien is het de tweede koud van iemand. Geen idee. Laatste potje. Tegen deze guy. We gaan niet 9-2. Even 9-3. We gaan niet 9-3. We hebben hem nu helemaal door. We hebben hem nu helemaal door. Oké. Okay. Japanese. Wat ga je doen? We wachten gewoon op 10 elixir. We gaan het gewoon op safe spelen. Oké, okay, nu. Wie de rechter kan met een prinses. Dat verandert de zaak een beetje dat ik niet met mijn Skarmie in aanval kan. Oké. Okay. Zo. Ja, en nu? We kunnen niet de Skarmie erop... aan de kant van de prinses natuurlijk. Zo, want dan gaat die prinses natuurlijk ons Skarmie pakken. Hij mist niet. Oké, okay, hij mist niet. Dan moeten we even... Pierpool in de bek. Nee, nee, nee! Ik had even de mechanics vergeten van de mini-packer. Je mag hem niet laten hitten op je toren. Ik dacht van, oké, we pakken een hitje. Continue for free. Oké, okay. Zieke glitch. Zieke glitch, continue for free. Gelukkig, ik zat even te denken van, oh nee. Dan moet ik hem opnieuw gaan spelen. Oh, dat was echt slecht. Dat was echt heel slecht. Die prinses, die maakte me een beetje verwarrend. Ik dacht van, oké, okay, ik moet oppassen, want die prinses die one-shot al mijn skellies. Dat willen we niet hebben. Oké, okay, dan moeten we hem wel afmaken. Nu moeten we hem wel afmaken tegen Leonente. Dan houden we de video onder de 20 minuten, hopelijk. Oké, okay, die mini-pack wel dope, maar we ook zijn pakken. Nou, misschien. Even die wizard neer. Even die... Nee. Wizard niet neer. Oké. Okay. Ja. Beetje, prima, ga jij toch lekker dit doen? Ga jij toch lekker dat doen? Moeten wij gewoon dit. Stopt het allemaal wel, ongeveer. Gewoon ongeveer, hè. Gewoon weer ongeveer. Más o menos, zoals ze hier zeggen in Spanje. Want dat maakt allemaal niet uit. Want het gaat natuurlijk om dat de toren niet in één keer weg is. Oké. Okay. Dubbel elixir bij de tweede minuut, dat wist ik niet eens. Oké, dan gaan we even andere lane, want ik verwacht dat hij inderdaad naar de rechter lane blijft. Wij switchen lanes natuurlijk. Dan is die wizard wel vervelend, want dan kan mijn optie, mijn tactiek van Skarmie gewoon op deze manier droppen. Het gaat niet helemaal op meer. Ik moet die wizard... Hij leidt wel goed af hoor. We hebben wel weer een nieuwe. Ik zal dit even dit doen en dan hebben we natuurlijk nu de mini-packer voor dit. Dit is het troep. Dus de one-shots allemaal. Hoppa. Oh, op tijd, Skarmie! Wauw. Leek wel alsof het op tijd was. Het leek wel alsof we op tijd waren daar. Oké. Okay. Dan heb ik ook de freeze voor op defense. Ook de freeze voor op defense. We hebben wel weer een nieuwe super mini-P. Die we gewoon weer ook gaan gebruiken. Met een rage deze keer. Spirits erbij. Freeze ready. Freeze ready. Ja, top. Gaan we hitten? Hij gaat sowieso op tijd zijn eigen. En hij is weer heel slim. Want het is een one-shot. We hebben er binnen. Leuke challenge. Veel leuker dan ik had verwacht voordat ik deze video dus ging starten. Ja, superleuke challenge. Laat even achter in de comments wat jullie van deze challenge vinden. We hebben hem gehaald. Maar ja, wel met een beetje pay to win natuurlijk. En we hebben deze lijpe patch. Oh, dat is best wel een lijpe emote. Jongens, jullie zijn strijders. Ergens als ik een andere video wilt. Die zien jullie met checken zien in een volgende video. En tot dan, mensen.